dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. En nu in het Engels. Read your Bible, pray every day. Hoe gaat het met jullie? Ik ben zuster Florien en ik ben vandaag weer bij jullie in de huiskamer. Jullie mogen je vriendjes bellen, zodat zij ook aan de televisie kunnen komen om naar het programma te luisteren. Jongens en meisjes, de afgelopen weken hebben jullie geluisterd naar de les over Nehemia. Nou, vandaag gaan we door met Nehemia. Charles Stott was een zendeling die mensen in Afrika, Engeland, Indië, maar ook in China vertelde over de Heer Jezus. Hij vertelde de mensen over de Heer Jezus en vele mensen kwamen tot geloof. Op een dag vroeg een dominee aan Charles Stott: Charles Stott, wat is het geheim van je leven? Weet je wat Charles Stott antwoordde? Hij zeide: God heeft alles van Charles Stott gekregen wat te krijgen is. Doch hiermee bedoelt hij dat hij alles zijn hele leven aan God heeft gegeven, heeft toegewijd. Ik weet niet hoe het met jou staat, als jij ook alles van jou aan de Heere God hebt gegeven. Maar als dat niet zo is, dan zal je vandaag horen hoe het met Charles Stott is gegaan. Hij heeft alles van zichzelf aan God gegeven. De les van vandaag gaan we horen hoe hij de mensen van Jeruzalem op God moesten leren vertrouwen. Ook zij moesten leren om ook hun leven aan God te geven en helemaal aan hem te geven. Jongens en meisjes, de muur van Jeruzalem was afgebouwd. Je weet, er was heel veel strijd om die muur van Jeruzalem af te bouwen. Het volk kwam om zich te verzamelen bij de waterpoort op het plein.
En ze hadden één groot verlangen. Ze wilden luisteren naar het woord van God. Dus er was een bekende man genaamd Ezra, die vaker over Gods woord vertelde. Dus hebben ze Ezra gevraagd om te vertellen, om te praten over de wet van God. En Ezra, die was een geweldige man. Hij hield ervan om te praten over de wet. Hij leerde de mensen over de wet. Hij onderwees ze vanuit de wet. Hij was echt iemand die echt ervan hield om Gods woord te onderzoeken en ook het na te leven. En jongens en meisjes, er waren bijna 4000 mensen die waren gekomen, mannen en vrouwen en kinderen, om te luisteren naar het woord van God. En weet je, de hele dag door luisterden ze. Ze verveelden zich niet. Weet je, als je van de Heere God houdt, dan word je echt niet moe om naar zijn woord te luisteren. Je wil eigenlijk elke dag naar zijn woord luisteren. En precies zo moet het ook zijn voor jou en voor mij. Los van een, hoe heet die man, Ezra, waren er ook ongeveer 13 mannen die Ezra hielpen om het woord van God uit te leggen. Want misschien was er een woord, iets dat ze niet begrepen. En hij, die 13 mannen, die legde het volk uit wat Ezra bedoelde als hij een over Gods woord sprak. Weet je, jongens en meisjes, en als je de Heer Jezus als jouw redder wil hebben, dan moet je luisteren naar hem. Je moet aandachtig luisteren naar hem. Je moet moet naar God willen luisteren, toch? Dan gaat hij ook tot jouw hart spreken. Het volk luisterde en ze gehoorzaamden God zijn woord. Ze beleden hun zonde, jongens en meisjes. Het volk, je weet, de hele dag waren ze door om te luisteren naar Gods woord. En toen ze zo naar Gods woord luisterden, hoorden ze dingen die ze deden waarvan God niet hield. En ze kregen berouw van hun zonde. En ze beleden hun zonde. Ze huilden echt, hè. Want ze hadden spijt van wat ze gedaan hadden. Niet het volk van Israël, die deed vaker wat ze wilde. Ze luisterden vaak niet naar God. En precies zo is het toch met jou en mij. Wij luisteren vaak ook niet naar onze ouders. Wij willen vaak ook doen wat wij zelf willen. En ook kinderen die de Heere God in hun hart hebben, die willen soms ook doen wat zij willen. Maar als we precies als Charles Stott willen zijn, als wij onze leven willen geven aan de Heere God, dan moeten we echt luisteren naar hem. Toch, dan kunnen we luisteren naar hem. En weet je, als we verkeerde dingen hebben gedaan, dan gaat Gods woord ons zeggen dat we verkeerd zijn. Toch, en precies zo, zoals wij fout zijn, precies zo hoorde het volk dat ze fout waren. En zo brachten ze hun zonde bij de Heere God. Ze huilden bij God, ze beleden hun zonde. Weet je, jij en ik, wij zondigen ook. Dus wij moeten ook met onze zonde bij de Heere God komen en hem zeggen dat we verkeerd zijn. Want misschien weet je het niet, maar de Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd. Er is niet één persoon die kan zeggen, ik heb niet gezondigd. Alle mensen hebben gezondigd. Kleine kinderen zondigen, grote mensen zondigen. En zonde zijn alle dingen die we doen, zeggen of denken, waarvan God niet houdt. En ook het volk van Israël, de Joden, ook zij zondigden. En weet je, maar wij moeten onze berouw hebben van onze zonde. Want de Heere God wil niet dat wij in onze zonde moeten blijven. We moeten onze zonde bij hem brengen. Want hij zorgt voor ons, hij houdt van ons, weet je. En hij heeft ook zijn zoon, de Heer Jezus, voor ons naar het kruis gestuurd om voor de zonde van alle mensen te sterven. En het volk van Israël, ze wisten ook dat ze fout waren. Vandaar dat ze echt huilden om hun zonde. Ze hadden spijt van wat ze gedaan hadden. Weet je, jongens en meisjes, er was heel veel werk in Jeruzalem te doen. Jeruzalem was een heel groot stad. En er was veel werk in Jeruzalem te doen. Weet je, de stad van Jeruzalem moest eigenlijk gebouwd worden. Want er waren in die tijd heel veel kapotte huizen. En er moesten ook nieuwe huizen gemaakt worden. Want die stad was eigenlijk een beetje leeg. Maar het was groot. Maar de mensen, die woonden niet echt in Jeruzalem. Ze waren buiten de stad gaan wonen. In andere, in die dorpen. Daar waren ze gaan wonen. Terwijl
Jeruzalem een plaats moet zijn om God te aanbidden. Mensen moesten eigenlijk, wanneer ze naar Jeruzalem kwamen, dan moesten ze zien dat deze stad is de plaats waar wij God kunnen aanbidden. Maar de manier hoe Jeruzalem eruit zag, echt met kapotte huizen, dan was dat echt geen voorbeeld. Dus Nehemia, hij was de leider van het volk. En hij wilde hebben dat het land opnieuw gebouwd moest worden. Dus zodoende had Nehemia en probeerde de mensen terug te krijgen, zodat ze terug zouden komen wonen in Jeruzalem. Dat ze mensen daar terug kwamen wonen, zodat ze uit die dorpen kwamen en daar kwamen wonen. En weet je, Nehemia had ook leiders aangesteld. En die leiders die kwamen alvast wonen. En hij had de leiders gezegd dat er van elke 10 families, dat er tenminste 1 familie zou komen om te wonen in Jeruzalem. Zodat ze die stad opnieuw konden inrichten, dat mensen daar konden wonen. Zodat Jeruzalem een voorbeeld voor de wereld moet zijn. Een voorbeeld waar mensen God konden aanbidden. Jongens en meisjes, het werk was heel veel voor een Nehemia. Dus wat deed Nehemia? Hij verdeelde het volk. Hij vroeg zijn broer, genaamd Hanani, en nog een andere, Hanania, die stelde hij aan als leider van het volk. Wat ik neem aan dat het werk misschien heel veel van hem voor hem was. Dus hij stelde deze 2 mensen als leiders van het volk. En daarna had hij ook andere mensen aangesteld om ook het werk in Jeruzalem te helpen doen. Hij had ook wachters aangesteld om de muren van Jeruzalem te bewaken, zodat er geen mensen daar konden komen om dingen te doen die niet goed waren. Hij had ook wachters aangesteld. Hij had mensen aangesteld die de poorten moesten openmaken en dichtmaken. Maar hij had ook zangers aangesteld. En mensen die instrumenten bespeelden, zodat ook zij God konden loven en prijzen. Weet je, als jij in de Heere God gelooft, dan moet je ook hem prijzen. Maar als je hem nog niet in je hartje hebt, dan kan je hem onmogelijk prijzen. Weet je, die muren waren intussen al helemaal herbouwd. En ik zei je al dat Nehemia die het land had gedeeld in 2. Toch de ene groep, want nu zouden ze God gaan loven en prijzen. Had hij een deel aan Ezra, die ene man die het woord van God las. En het andere deel, dat was onder leiding van hem. Dus samen met hem zouden ze op de muur gaan. Als je nu kijkt, zouden ze op de muur gaan om God te loven en te prijzen. En zo stuurde hij Ezra met een deel van het volk rechtsom. En het andere deel van het volk ging links af. En zo gingen ze op de muur lopen om God te loven en te prijzen. Jongens en meisjes, jij zou ook God kunnen loven en prijzen. Maar als de Heere God niet in je hart is, als je hem niet gevraagd hebt om in jouw hart te komen wonen, dan kan je hem eigenlijk niet loven en prijzen. Waarom? Omdat je nog zonde in je leven hebt en de Heer wil je schoonmaken. Hij wil al je zonde wegdoen doordat jij in hem gaat geloven en je zonde bij hem gaat brengen. Zoals het volk van Israël, zoals zij hun zonde voor God brachten. En zo gingen ze Nehemia en Ezra met een hele groep achter zich op de muur lopen om God te loven. Je ziet ze met hun instrumenten en iedereen begon te zingen en die zangers die gingen de tempel binnen en zij gingen ook daar God loven en prijzen. En weet je, jongens en meisjes, wat er toen gebeurde? God was zo blij. Er staat dat God vreugde had omdat de mensen God begonnen te loven en te prijzen. God kwam de mensen tegemoet omdat hij blij was. De mensen die loofden hem. Ze prezen hem en zo gingen ze tegemoet. En weet je, er zou een groot feest, een geweldig feest zou er zijn. Dus ik ook om deze reden ook gingen ze God loven en prijzen en liepen ze op de muur. Er zou een groot feest zijn, het loofwittend feest. En daar loven de mensen en ze prijzen God voor wie hij is. Weet je, God is een God en hij wil ook dat we hem prijzen. Maar we kunnen hem alleen maar loven en prijzen wanneer wij
een hem in ons leven hebben. Zoals jij misschien thuis zit en je luistert en je hebt gehoord dat het volk zijn leven een geluisterd had naar het woord van God. Het volk was, ze hadden hun zonde aan God beleden. En het derde ding dat de Heere God had gezegd is dat ze ook elkaar moesten geven. Mensen die in dienst van God moesten staan, moesten ze ook helpen als ze het moeilijk hadden. Ze moesten niet alleen aan zichzelf denken, ze moesten ook geven aan elkaar. Dat waren de dingen die God aan de mensen gezegd heeft. En zo een prezen ze God toen ze zo op de muur liepen. Er was grote vreugde, vertelde ik je daarnet. Er was, jij en ik kunnen ook die vreugde ervaren, maar ik zei je al, wij kunnen het alleen ervaren wanneer we de Heer Jezus in ons hart hebben. Als we Hem niet in ons leven hebben, dan kunnen we die vreugde met God niet ervaren. En de Heere God wil hebben dat jij ook die vreugde met Hem ervaart. Weet je, God had een geweldig onder de mensen gewerkt. God had geweldig onder de mensen gewerkt. Maar op een gegeven moment was Nehemia, laat ik zeggen, bijna 12 jaar was hij onder het volk gebleven. En hij moest teruggaan, want Nehemia had een bijzondere taak. Hij moest teruggaan naar de koning. En hij ging terug. En Hanani en Hanania, die hadden nog steeds de leiding over het volk. En terwijl hij ging, bleef hij, ja, de Bijbel heeft niet exact gezegd hoe lang hij bij de koning is gebleven. Maar anyhow, hij vroeg weer aan de koning om terug te gaan, om te gaan kijken hoe het met de mensen gaat. En jongens en meisjes, toen Nehemia terugkwam, zag hij wat de mensen allemaal gedaan hadden. Weet je, de hoge priester Eliasib, die had een zekere man Tobia toestemming gegeven om in de tempel van God te gaan wonen. Weet je, jongens en meisjes, Gods tempel is een plaats waar God woont. En Tobia was een van de mannen die helemaal niet wilde dat die muur herbouwd moest worden. En nu plotseling gaat hij in Gods huis wonen. En Nehemia was zo boos geworden. Hij heeft al zijn spullen buiten gezet. En heeft weer alle spullen van God, van die tempel, teruggezet in de tempel. Omdat Gods huis een plaats van aanbidding is. En het is geen plaats om zonde toe te laten. Want Tobia, die wilde helemaal niet. Die was helemaal niet eens met Nehemia om die muur te herbouwen. En nog andere dingen had Nehemia aangetroffen. Hij had ook gezien dat die mensen, in plaats dat ze de Sabbat hielden, begonnen ze te kopen en te verkopen tijdens de Sabbat. En hij had ook de levieten, die ook dienst deden in het huis van God, had tegen de levieten gezegd dat ze de poort moesten sluiten. En niemand kon kopen en verkopen wanneer er Sabbat is. En daarnaast heeft Nehemia ook gezien dat die mannen, in plaats dat ze met de Joodse vrouwen trouwden, trouwden ze met heidense vrouwen. En Nehemia die heeft ook gemaakt dat ze dit alles eigenlijk weg moesten doen. Ze mochten zich niet mengen met heidense vrouwen, want de kinderen die geloofden dus dan ook niet in God, die deden dus dan ook andere dingen. En Nehemia, voor hem was het belangrijk dat mensen tot eer van God wonen. Dat het land God gaat kennen en dat ze God gaan aanbidden. En dat is ook Gods wil, dat jij en ik God gaan toelaten in ons leven. En dat wij ons leven helemaal in zijn handen gaan leggen. Dat we doen wat Hij van ons vraagt. Nehemia dulde helemaal geen zonde in het huis van God. Ja, jongens en meisjes, Nehemia die was heel erg boos op die mensen. En hij sloot die poorten. Die mensen die mochten niet meer kopen en verkopen. En ze mochten ook, hij had ook de mannen die waren met vreemde vrouwen getrouwd. En dat was ook niet goed in de ogen van Nehemia. Nehemia die wilde hebben dat de mensen echt God op de eerste plaats van hun leven moesten zetten, maar dat ze niet de dingen doen waarvan God niet houdt. Weet je, jij en ik moeten ook God op de eerste plaats zetten in ons leven. Precies zoals Charles Stutt dat gedaan had, je weet nog vanaf het begin, toen Charles Stutt zei, God heeft alles van mij gekregen wat te krijgen is. En wij moeten ook alles wat wij hebben ook aan God geven, zodat wij ook ons leven kan zijn zoals God dat van ons verwacht. Matthäus
6, vers 24 zegt, wij kunnen geen twee goden dienen, wij kunnen geen twee heren dienen. Toch, we moeten de ene haten en de andere lief hebben. Niemand kan twee heren dienen. En precies zo, wij kunnen ook niet twee heren dienen. We kunnen niet aan de kant van de vijand staan en aan de kant van de Heere God. We moeten voor één kiezen, toch? En het is Gods wil dat wij voor Hem kiezen, want Hij houdt van ons. Toch, jongens en meisjes, Hij houdt van ons. En Hij wil ook het beste voor jou, vandaar dat je voor Hem moet kiezen. En met je leven Hem op de eerste plaats moet zetten. De Heere God die houdt van je. En ik wil daarom ook voor je bidden. En als je vindt dat deze les jou aangesproken heeft, je mag me bellen en dan wil ik echt erover met je praten. Maar laten we even bidden, terwijl je je handen vouwt en je ogen sluit, dan wil ik echt met je bidden. Trouw Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel, Heer, dat de kinderen mochten horen over de les van Nehemia. Dat ze mochten horen dat ze hun leven aan u moeten toewijden. Dat ze hun zonden moeten beleiden. Dat ze moeten geven aan elkaar. Maar dat ze ook God op de eerste plaats moeten zetten. Heer, help ons dat we gehoorzaam zullen zijn aan u. Want u duldt geen andere naast ons. U zegt ons, Heer, dat we geen twee heren kunnen dienen. Maar dat we u alleen kunnen dienen. Want u bent degene die van ons houdt. We prijzen u daarvoor. We loven u. We geven u alle eer. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel.
is er nog zo donker? Er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je kut. Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar is er nog zo donker? Er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je kut. Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je kut. Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. En dan ben je nooit alleen. En dan ben je nooit alleen. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij naam is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Breng mij veilig naar de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder.